If I think about Dutch design, for me it starts with Gerrit Rietveld. Of course, everybody knows his red, blue and yellow chair. Still extremely modern today. They were very exciting designs. There was something lyrical about them. Certainly Marcel's knotted chair. Toen ik de eerste keer die stoel maakte, dacht ik, ja, wat voor gedrog heb ik nu gemaakt? Maar je ligt wel in besloten dat de methode van bouwen, dat dat zijn esthetiek vormt. Dat gaf ons meer vrijheid om te experimenteren zonder na te denken over de stoel als een functioneel product. Een stoel moet een stoel zijn. En dat moet niet een object zijn, want dan vinden wij het kunst. I don't want to do these funny things. I want to do a chair that actually looks like a chair.